Guns N' Roses. Take me down to the Paradise City. Uit de koker van Marcel. Dat kan niet missen, Marcel. Neem een stevige plaatje mee. Hier op Breda Nu, Nakpraat. 6 minuten voor 9:30. Zit je lekker aan de koffie? Fijn, luister, plezier dan, hè? Met je koffie en Guns N' Roses. Heerlijk rustig. Ik mis ons koffieapparaat. Ja, waar is ons koffieapparaat? Allemaal druk. Alles is ook weg hier. Het is echt niet te geloven. Ja. Weer opgeruimd. Staat netjes, zeg maar. Einde. Klaar. Nu wel. Dat duurt lang op plaat, jongens. We hebben nog wat te behandelen. Want ja. We hebben in het volgende item hebben we de selectieontwikkelingen. Ja, zo. Jawel. Er zijn wat ontwikkelingen. We hebben straks het transferwindow in allerlei blokken hierna. En trouwens, als je dingen weet over transfernieuws, dan zet het ook op de Twitter. Als je echt Tamtam eerder kent dan ons, wij nemen gewoon alles mee in dit programma. Hebben we vaste volgers, hè? Zitten niet allerlei Michael Lievers nu iets te... Ja. Nee, Michael, word eens even wakker. Michael, doe ons eventjes voorzien van de laatste gossips en dergelijke. Nieuwe spits. Wij zoeken die... die keeper vooral. Nou, vooral een keeper. Ja. Hey, maar we nemen wel afscheid van een spits. Ja, met diepe droefheid. Jawel. Hoe heet Leon? Hoe heet hij ook? Dat is een grote naam. Volledig. Dus dan moeten we even volledig even naam. Komt, joh. Ik ben hier trouwens nog steeds kwaad om. Hij is trouwens niet verkocht, maar even dat te zeggen. Nee. Wie is het, Leon? Hij wordt Mubarak Olofisayo Olatayo Adarabiyoyo. Het is echt Feyenoord zonder één hamper. In één keer goed. Ja. Mubarak Olofisayo Olatayo Adarabiyoyo. Ah, die. Die. Ja, die hebben ze trouwens in Almere helemaal zo opgenoemd, hè? Ja, bij Almere uit vorig jaar. Zo staat hij op de wedstrijd voor. Maar toen werd ook door die speaker daar werd hij ook zo opgenoemd. Ja, dat vond ik wel weer tof. Ja, die gast die dacht, nu ga ik hem even opnoemen. Nu ga ik hem even opnoemen. Zo zei maar zei hij er ook zoiets van bij van, oh, ik had gehoopt dat hij vandaag niet hij kon het redelijk. Ja, hij viel wel in toen. Toen het 0-2 was. Ja, kon het wel. Hij wordt verhuurd aan FC Os, onze satelliet inmiddels. Onze satellietclub, hè. Of all places. Want wie gingen hem voor? Dat waren Vinnie Vermeer en Daan Klomp. Ja, Klomp. 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 Ik vind Klomp wel een beetje een naam voor een voetballer. Zou hij ook een dans hebben? Zou die? Ja, zo'n dansje dan doelpunt. Heeft hij Zweedse klompen aan of van die oude Hollandse klompen? Zweedse klompen. Zweedse klomp. Die had ik vroeger ook. Dat was ooit in, hè, Zweedse klompen. Ja, Zweedse klompen. Zweedse klompen, die zijn een beetje, die hebben een leertje van een leren ding. Die hebben wel een houten zool, net als onze klompen, zeg maar. Maar die hebben een soort leren bovenkant. Oké, die moest je thuis. Dat zijn de Zweedse klompen. Ook, nee. Oké, die kreeg gewoon een. Dan ging mee naar school, kun je lekker iedereen voor zijn sodemieter schoppen. Oh, ja, dat is helemaal hard. Hey, hard hout. Maar die zijn allemaal naar Os en ook onze Visayo is nu ook die kant op. Ja, wat vinden we ervan? Het is een beetje opmerkelijk. Ja, want maar het is een stallen. Maar hij heeft helemaal geen contract. Zijn contract is tot... Einde van het jaar. Einde van het jaar. Oh. Van het seizoen, sorry. Ja, einde van dit seizoen. Ja. Dus wat zijn ze in godsnaam met hem van plan? Volgens mij, wat ik in het begin zei, volgens mij Adarabiyoyo. Volgens mij hebben ze hem dus destijds gehaald in de hoop dat ze zijn broer Tosin Adarabiyoyo mee naar Breda konden lokken. Dat plan viel in duigen. Was het niet een beetje een paniekaankoop? Ja, we hadden nog spits nodig, hè. Ja. Destijds vorige zomer. Hij was het ook weer zo'n late binnenkomer? Hij was volgens mij ook in de laatste twee. Hij was al 5 weken al op proef of zo. En daarna is hij in de laatste week voor de deadline hebben ze hem alsnog een contract gegeven. Geef hem maar een contract. Ja, je loopt toch een bierviltje zo. Ja, precies. Dus, verdient niks. Bijna het zal niet veel zijn. Nou, ik denk ook niet zo heel veel. Dat hij weer een club heeft. Dus, maar het is een hele geschikte gast ook. Maar dat is ja, maar er zijn er wel meer. Die trompetist die achterin staat is ook geschikt. dat is wel vaak het probleem in Breda, dat we dat zeggen. En dat, vroeger ook allemaal een goede gasten. Vroeger hadden we geschikte gasten. Ja. Die konden ook nog voetballen. Ja. Ik noem even een Tony Sixpack. Ja. Ja, dat is een goede om erbij te hebben. Bijvoorbeeld. Ja, kan een goede maar noem maar even iemand uit de heldenhoek. Maar ja, dit was toch niet echt een succesje, hè? Die zit weer in de categorie Michael Hansen idee. Want dat zie je dus ook echt daadwerkelijk op. We zeggen, ja, we zien hier potentie in en we gaan hem proberen. Maar waarom zeggen mensen dat? Ja, gewoon om zijn broertje te laten komen. Ik kan werkelijk niet begrijpen dat ze deze met... Ja, het is een hele fijne jongen, fantastisch. En, dat is al best, maar dat ben ik zelf ook. En alles, maar hij komt gewoon duidelijk tekort. Zelfs voor de eerste divisie kon je echt de kan met de topklasse nog niet mee. Ja, nou ja, we zullen bij FC Os zien of dat hij daar... Of derde divisie heet of dat hij Tom Boeren kan doen laten vergeten. Ik denk het niet. Dat denk ik ook niet, nee. Ik heb daar niet echt veel vertrouwen in. Maar ja, je moet die jongen elkaar schrijven. Je moet gunnen misschien dat hij op dat niveau wel iets meer goals kan maken. Of meer speelt en dat hij dan toch... Ze gebruiken hem misschien anders of zo. Ze gebruiken hem anders. Ja. Maar onze Frans van Gesthuizen zit er ook niet meer, hè? Die zat er toch? Ja, klopt, die zat er wel. Maar die zit er nou niet meer, dus
Die kan hem ook niet beter maken. Ja. Nee. Als Frans van Gesthuizen het allemaal niet meer kan. Nee, dan is het kansloos. Dan houdt het op, hè? Maar wensen hem toch veel succes. Ja. Meer kunnen we niet doen. Mubarak Olofisayo Olatayo Adarbiyoyo. 22 jaar pas. Dat bedoelen we. Indrukwekkende cv. En hij wordt vervangen door een andere Jawohl. Spits. Ja. Eentje waarvan we wel hopen dat hij wel kan concurreren met Thierry Ambrose. Een andere TH-jongen, een Thomas. 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 Ik moet je zo uitspreken. In Nevelutsen. Is een Deuns International geweest. Deuns International. Heeft nog een WK gespeeld. Ja, inderdaad. Hey, hallo, 2010. Samen met Demi de Zeeuw zag ik. Ja. Was ook zo'n heel succes bij ons. 11 internants tussen oktober 2009 en 2011. Het deed me helemaal niks. Nee, ik kom dit geen belletje rinkelen. Het zegt me wel iets. Toch vaag, maar niet echt veel. Vaag. Ja, maar van Deense, vooral het Deense elf, dan niet eens van FC Groningen, maar van het WK toen. Ja. Ik dacht, die deed een ene Vultsen. Had hij toen wat doelpunten gevuld? Geen idee. Of niet? Nee. Maar is hij gehaald als reservespits? Of als vaste spits? Dan zou je met 4-4-2... Nou, ik denk dat het toch wel een tweede man... zou dan moeten. Zou kunnen. Toch zou een bank warm houden is wordt. Maar dan heb je in ieder geval wel een spits, denk ik, die iets meer niveau heeft dan de gasten die er nou zitten. Ja, dit is wel precies waar ik op gehoopt had, hoor. Want we waren allemaal zo bang dat er weer zo'n Oosterwijkje aan zou komen. Dat betekent dus een jonge huur. Ja, je weet straks in de transfer deadline, die staat nog steeds. Er kan nog iemand... Maar de spits wordt er gewoon ervaring staan. In de voorste linie staat nog geen ervaring. Dat hadden we afgelopen jaar dus ook niet. En de angst is dan weer van, maken we weer de fout door weer gewoon een jonge knaap te huren. Wat voegt hij toe? Geen doelpunten en geen ervaring. Een spits zonder doelpunten. Maar nou moet je hebben dus gewoon een ervaren man, een routinier, op alle vlakken. Die een gat op kan vullen. Die er hij is 30 jaar. Dat is mooi. Juren, hij zit vanaf na onze grijze dakduif Haarmout, is hij eigenlijk de tweede in leeftijd. Hè? Ja. Met zijn 30 jaar. Ik zeg niks. Hij is wel een ervaren ouder. Ja. 300 wedstrijden betaald voetbal. Ja. Best veel. Heel veel wedstrijden op Europees niveau. 30 wedstrijden volgens mij. Ja, maar we waren geblesseerd geweest 6 jaar geleden. Hè? De tijd van Groningen volgens mij. Hij is in 2011 is hij ongeveer geblesseerd geraakt. En hij schijnt daarna... Ja, zijn ontwikkeling daar is een beetje gestokt vanaf dat moment. KV Mechelen heeft hij daar nog gezeten. En daarna keerde hij naar Denemarken terug in 2014 bij Aalborg BK. Ja. Ik heb al een kom af en toe in Denemarken. Dus. Oh. Ja, leuke land, hè. Ja, dit is een Lego goedkoper. Bukken. Okay. Wat? Is goedkoper? Is de Lego. De Lego, maar de rest niet. Nee, dat weet dat is het enige. De bier is alweer goed, weer duurder. Thuis. Ja. Dus, maar, niet voor de nachtsporten. Maar het is een gokje, denk ik. Ja, maar ja, het is, ik denk dat het niet fout gegaan als je in de voorhoede gewoon wat ervaring hebt staan. En gewoon een speler die de druk, concurrentiedruk, gewoon gespannen kan houden in de voorhoede. Want ik zei het bij ons op de raad ook al een keer. We hebben het afgelopen jaar gezien met Dessers. Fantastische spits. Maar je ziet ook dat hij wat nonchalanter wordt op het moment dat er geen concurrentiedruk van onderaf is, hè. Dus wij weten toch wel van niemand gaat me wel waken. Die Oosterwijk die doet het niet. Doet het niet. Nee. Dan zit hij eigenlijk de Oosterwijk. Is hij weer in Twente? Die zit weer in Twente toch of niet? Ja, Twente. Ja, daar was hij aan. Ik dacht Os, maar... Het zou kunnen zomaar dat Twente maar aan Os uitleent. Wie weet. Iedereen gaat tegenwoordig naar Os. Ja, lekker. Dat is te doen, hè. Os, dat is een fietsstalling, hè. De tweede fietsstalling. Maar dan voor spelers. Dat ene Vultsen. We zullen kijken. Was hij nou vanmiddag al bij? Nee, volgende week maandag dan sluit hij aan bij de training. Oh, hij komt maandag. Is hij fit, Leon? Daar gaan ze dan kijken. Ja, zo staat het er ook echt. We kijken dan wel. We waren al bang. Ik zag de reacties al op internet, diverse social media. Van, die zal wel met kerstmis pas weer inzetbaar zijn. Hij heeft wel een contract, hè? Want we hebben zoveel informatie nodig achter elkaar gefietst. Ja. Hij heeft een contract. Ja, hij heeft een contract. Dus hij is van NAC. Dus, hij is van NAC, kijk. Ja, hij is van ons. Nou, leuk. Denen, Spanjaarden, van alles en nog wat hebben we inmiddels. Wanneer heb je telefoon op eigenlijk? Hè? Hoe heeft hij de telefoon op? Enevalt. Ja, met nukt. Nukt. Jongens, ik sta er even een plaat uit de tijdelijke bak. Oh, dat wordt wel melig. Ja, hoogste tijd voor de cranberries dan. Zo liep ik serieus afgelopen vrijdag naar huis. Als een zombie. Als een cranberry. Oh, als een zombie. cranberry. Hey, je hebt pindas, hè? Ja, Leon is pindas aan het eten als avondeten. Geen broodje dinges. Kapsalon dinges. Doe je niet. Of andere broodjes. Pinda's ook lekker. Word je vanzelf een zombie van me. Zoute zombie dan wel. Oh, zo meteen grabbelton, hè? Zijn we daar al? Met de